Op het vliegveld van de Congolese hoofdstad Leopoldstad wachten president Kasavubu en premier Lumumba op koning Boudewijn, die naar Congo kwam ter gelegenheid van de afkondiging van de onafhankelijkheid. Hartelijk schudde de vorst de eerste minister van de nieuwe republiek de hand. In de stad vierde de bevolking uitbundig feest, terwijl koning Boudewijn en president Kasavubu in een open auto naar het parlementsgebouw reden. In het gebouw van de volksvertegenwoordiging werd de koning hartelijk begroet toen hij samen met de eerste president van Congo naar het spreekgestoelte liep. In zijn boodschap tot het Congolese volk zei koning Boudewijn onder meer dat hij en zijn onderdanen met vreugde erkennen dat Congo een onafhankelijke en soevereine republiek is geworden. President Kasavubu sprak met erkentelijkheid over de waarde die het Belgische bewind voor de Congolezen heeft gehad. Zijn reden was opvallend warm van toon. Dat kon niet gezegd worden van de toespraak van premier Lumumba, die in scherpe bewoordingen het voormalige Belgische bewind hekelde. Lumumba en de Belgische premier Eyskens tekenden tenslotte de onafhankelijkheidsakte. Congo stond op eigen benen, tot grote vreugde van zijn 14 miljoen inwoners, die echter spoedig daarop al moesten kennismaken met de kinderziekte van veel jonge staten. Binnen enkele dagen kwam het op verschillende plaatsen tot ongeregeldheden.